In Bema is een familiebedrijf van 75 jaar oud. We werken samen met 250 collega's in 5 sectoren. We zijn nu in Nieuwekerk aan de IJssel. Hier zit onder andere onze sector mobiliteit. Bij de sector mobiliteit leveren we onder andere slimme sloten. Sloten voor op vrachtwagens. Daar hebben we ook een software-applicatie met onze klanten voor ontwikkeld. Zodat je die zendingen die met die wagens meegaan kunt track and tracen. In Bema is een bedrijf met heel veel bedrijven daaronder. We komen uit een situatie waarin we heel veel legacy software hebben. En waarin eigenlijk iedere werkmaatschappij zijn eigen werkwijze heeft gecreëerd. Dus de orderinvoer bij de ene in Bema is heel anders dan bij de andere in Bema. En we zijn op zoek gegaan naar een softwareoplossing. Niet zozeer een softwarepakket, maar meer een softwareplatform. Waarbij we zeggen we willen naar één werkwijze en meer efficiëntie binnen onze organisatie. Waarbij we ook een meer open systeem naar de buitenwereld willen. Dus we willen meer met klanten kunnen verbinden, meer met leveranciers kunnen verbinden. En afdelingen onderling ook meer met elkaar kunnen laten samenwerken. We willen graag doorgroeien naar 100 miljoen omzet. En daar hebben we de komende 5 jaar voor uitgetrokken. En dat gaan we doen met het nieuwe ERP-systeem en samen met de partnership van Kadrat. Voor ons is het belangrijk dat we een partner hebben die ons niet alleen helpt met het implementeren van het nieuwe ERP, maar die ook heel goed begrijpt waar we vandaan komen en waar we naartoe groeien. En wat de uitdagingen zijn om van zo'n diverse organisatie naar één werkwijze en een efficiënte werkwijze te gaan. En die na de ERP voor ons ook een belangrijke partner is voor het ontwikkelen van nieuwe technologie. Bij de implementatie van het nieuwe programma stopt het voor ons niet. Dan hebben we een nieuw partnership voor de komende jaren om samen hele gave dingen te ontwikkelen.